dat werken bij het RD gewoon ontzettend. Oh, je moet er wel vasthouden, Geert. Welkom bij een nieuwe vlog van RD Insight. Leuk dat je kijkt. Zoals je ziet, in de auto. Ik moet dus een beetje opletten af en toe. Ik kan niet helemaal in de camera kijken. Ik heb gelukkig een hulpje vandaag. Onze stagiair. Hey. En daar wil ik het vandaag over hebben. Over stage lopen bij het RD. Hou goed vast, hè? Wil je dat ik een lotje laat vallen? Nee, doen we niet. Hey, waarom heb je gekozen voor het RD als stageplek? Omdat ik graag richting de journalistiek wil. Mm-hmm. En het me een erg leuke stageplek leek. Om juist dat journalistieke dingen te leren. Yeah. Ik vind het heel leuk om verhalen te vertellen en om ergens in te duiken. En dat is iets meer voor de journalistiek dan voor de communicatie. Ja, precies. Ja, we zijn samen op pad. Misschien wel even leuk om te vertellen wat je gaat doen vandaag. We zijn op weg naar een kwaliteitscontroleur in Krimpen aan de Lek van de plaatselijke supermarkt. En hij werkt na zijn pensioen nog vrolijk door. En ik ben... oh nee, dat was genoeg. Toch? Even denken, wat ben ik dan vergeten? Ja, je hebt vergeten te vertellen dat we hem gaan interviewen. Ja, zo is het even een snee brood, want met een rammelende maag bij een interview zitten, dat is ook niet wat, hè? Nou, Geert, we zijn er, Albert Heijn, Krimpen aan de Lek. We gaan eens even kijken of meneer Goudswaard aanwezig is, dat hopen we maar. Meneer Goudswaard. Goedemorgen. Geert van Breugel. Van de RD. Dit gaan we in de dag dan. Oké, nou welkom. Ja, met je handterminal, daar roep ik de producten op die dag verwijderd moeten worden, dus echt vernietigd ook. Ja. Die ronde die maak ik dan als eerste. Als ik de producten dus vernietigd zijn, dan doe ik de kwaliteitsronde bij het fruit, de groenten en de aardappels. Hey Geerte, ik heb je een verhaal gelezen over Piet Goudswaard. Ik heb wat memo's. Zullen we er even samen naar kijken? Je hebt hem nog niet losgelaten. Zo. Ik moet hem nog even loslaten, ja. Weer vergeten. Ja, loslaten betekent dat je dus het artikel opslaat, zodat de ander er weer bij kan. Even kijken. Blijft hij zo staan? Ja, hij blijft zo staan. Over die kop, die is te lang, hè. Je ziet dat die eruit loopt. Ik vind het leuk om iets met opa Piet te doen. Hè, dus daar heb je een goede keuze gemaakt, denk ik. Maar ja, hij is te lang, dus je zult er iets mee moeten. Samen binden, ja, misschien kun je iets met Bind Supermarkt samen, hè? Dan wordt hij ook wat actiever. Wat zijn nou de twee belangrijkste leerpunten die je hebt opgepikt hier op de redactie? Ik denk dat ik vooral heb geleerd om gewoon aan de slag te gaan, op pad te gaan. En als tweede ook qua schrijven, bondiger schrijven. Bondiger? Ja, dus meer verpakken. Je verhalen waren te lang, zeg maar. Ja, ik schreef meer voor internet. En dan kan alles zo. En in de krant moet het bonden. Ja. Ja. En hoe vind je het om nou je resultaat uiteindelijk, hè, de volgende dag in de krant te zien? Leuk. Het was even wennen. En ook omdat je toch wel benieuwd bent, ben ik niks vergeten. Ja, precies. Nou ja, en het gaat ook heel snel natuurlijk. Hè? Want ja, voordat je het in de gaten hebt, staat het in de krant. Hè? Tadaa. Zo. Hey, wat zei ik hier? Voor je het weet, staat hij in de krant. Wil je geen video missen? Abonneer je dan op ons kanaal of kijk een van de andere video's.